beetje raar. Wat? Oh. Ik hoorde jou in één keer. Vanavond gaan we naar Juniors Go Dutch. 7 balletten van 7 verschillende choreografen die worden gedanst door de Junior Company. En dat is het jongere gezelschap van Nationale Ballet. Er worden balletten gedanst van Hans van Manen, Rudy van Dansgier, Tour van Schaik. En als je die niet kent, dan weet je niet zoveel van ballet. Maar dat is niet erg. Vanavond gaan we naar de voorstelling met Pip Pellens. En Pip Pellens is natuurlijk... winnares van de talentenjacht Dance Dance Dance. Dance Dance Dance. Oké. Okay. En de winnaar... van de Gouden Televisie Talent Award 2016. En ze speelde Bieten. Wiet. Wiet? Wiet. Ik heet Christé. De lange weg naar het leven slaat je niet. Maar daar worden we gescand. Ik heb wat filmpjes bekeken en je bent ook een pretty good dancer. Ik was wel onder de indruk van je moves. Oh, nou dankjewel. Zo dans ik niet in een disco, dus... Wat verwacht je te zien? Heb je je ingelezen? Ja, ik heb begrepen dat het allemaal een beetje aparte stijlen zijn die worden getoond. Beetje raar. Wat? Beetje raar, maar dan spreek ik het grappig uit. Doe nog een keer, dan reageer ik goed. Beetje raar. Oh ja, precies. Ja. Nou, dat dus. Nu gaan we het bruggetje maken. Oh leuk, hoe ga je dat doen? Oh joh, wat is leuk om te weten dan. Dit is de ververij van Nationale Opera en Ballet. De meeste stoffen worden hier eerst geverfd. Dansers die hebben vaak huidskleurige tinten nodig, nou, voor panties of om hun pakjes strapless te laten lijken. En voor iedere danser wordt er hier een uniek kleurrecept gemaakt, zodat het precies overeenkomt met hun huidskleur. Nou, dat is leuk om te weten, toch? Ik wist nooit dat dat kon. Wist ik echt niet. Leuk om te weten. In het heel kort is het gewoon een vet mooie voorstelling. Je ziet klassiek, pirouettes, sprongen en we zijn al bij het volgende ballet. Een modern stuk. Deze voorstelling is gewoon een snoeppot met wel 100 verschillende smaken. Dat is eigenlijk echt niet samen te vatten, maar gaan we toch doen. Hey, hallo. En het volgende ballet. Links, rechts, rondje draaien. Ik hoop voor hem dat het een waterbasis is, die verf. Hans van Manen, kom er maar in. Oh, yo, what up. Deze mensen zijn half naakt, half vis. Aan het einde van de avond is het vet warm geworden op het toneel. Shirt uit. Show me your sexy walk. Come on. Ja, wat moet je hier nou van zeggen? Dat is toch gewoon prachtig? Nou, dit was het dan. Toch de samenvatting. Ready, are we ready? Yes, we ready. Je hebt je haar los gegooid. Ja, het was een wilde avond. Waar heb je tijdens deze voorstelling allemaal aan gedacht? Welke associaties had je? Oh ja, wat een mooie kostuums. Oh ja, wat zijn die jongens ontiegelijk sterk. Oh ja, wat zijn ze allemaal vreselijk lenig. Zo jong. Ik denk, zij gaat nooit meer stoppen met pirouettes draaien. Amazing, van helemaal top. Was er nog een andere danser die je vanavond heeft gepakt? Een danser? Ja, Timothy. Helemaal leuk. Ik ben ook op Timothy. Ik heb het gevoel dat hij steeds heel goed op de maat zit, ook al hoor ik niet. De maat niet? Ik snap niet hoe zij daarop dansen op die muziek, maar ik heb het gevoel dat hij er heel goed in zit. Het loopje wat ze hadden, dat versnelde loopje, een soort van elkaar aftroeven en een beetje elkaar voor gek zetten of zo. Dat vond ik heel geestig. Je moest echt hard op lachen. Ja, jij ook. Ik hoorde jou in één keer. Ik heb ze ook horen hijgen trouwens. Grappig hè, want het ziet er allemaal zo makkelijk uit, omdat ze natuurlijk zo goed zijn en... Dan heb je toch het gevoel van, oh oké, je doet wel echt hun best. Je doet wel echt je best, ja. Wat is de tip van Pip, ja? De tip van Pip? Nou, ballet is eigenlijk helemaal niet zo onbereikbaar als je denkt, dus probeer het gewoon een keer. Hey, en als deze voorstelling een wereldster zou zijn, wie zou het dan zijn? Oh, Lady Gaga. Want ze is een beetje gek, soms onderschat, maar eigenlijk verschrikkelijk goed. Wauw. En Romee, wat ga je de volgende keer doen? Volgende keer ga ik met Frank van der Lende naar Meet in Amsterdam 1. Nou, veel plezier.